Ik wil allereerst even mijn complimenten maken aan de Witte Reus en met name aan de enthousiaste voorzitter, de heer Deelstra, die hier toch met veel volhardendheid aan dit pand werkt. En het is ook nog lang niet afgelopen, als ik zo vrij mag zijn om dat even te zien. En het is ook een lange weg te gaan, want je ziet dat dingen ook gaandeweg nog ontdekt moeten worden. Duurzame monumentenzorg en duurzaam bouwen is eigenlijk pionieren. En dat pionieren, dat gebeurt hier daadwerkelijk. En daarom is het zo mooi dat het in deze stad Delft gebruikt, waar we toch zeggen innovatie en creating history is hier helemaal op zijn plaats. Nou, dit is ook natuurlijk een rijksmonument wat nu op duurzame wijze gerestaureerd wordt. Dus wij zien daar ook mogelijke samenwerkingsverbanden. En dat wil ik ook bewerkstelligen hier met de Witte Roos als partner, met de TU als partner. En met u als heel geïnteresseerde burger en ook toekomstig gebruiker hopelijk van alle innovativiteit die hier gelanceerd wordt. En omdat het huis nog niet klaar is, gaan we inderdaad nu de virtuele wereld van de Witte Reus lanceren op de website Ecohuis Holland. Oh ja, hij is gelanceerd. Nou, gefeliciteerd. Hartstikke leuk.